Kijk, we hebben tot nu toe elke keer met twee elftallen gespeeld. En we hebben al eerder een helft verloren met 1-0. Dat was de eerste oefenwedstrijd tegen Heerenveen. Toen had ik ook de 11 spelers uitgehaald, 11 anderen erin gedaan. En dat is te kijken van, nou, wat heb ik in huis? En dat hebben we dinsdagavond gedaan. Nou, toen wonnen we met 4-0 en de tweede helft met 3-0. En dat hebben we nu weer gedaan in deze wedstrijd, waarin het in de eerste helft 0-0 was. Waarin ik vond dat wij de betere partij waren. Waarin we een aantal kansen en mogelijkheden hebben gecreëerd. Waarin we niet of nauwelijks wat weg hebben gegeven. Heel hoog in intensiteit, dus daar was ik meer als tevreden over. En de tweede helft was het tweede team was niet opgewassen tegen Utrecht, wat niet had gewisseld in de rust. Dus die gingen door op dezelfde voet. Ja, en wij hadden wat jonge jongens erin en we waren één fysiek niet bestand en twee kwamen we ook niet tot het idee wat we willen met elkaar, hoe we willen opbouwen, hoe we willen aanvallen, hoe we willen druk zetten. Nou, en daar was ik wel wat ontevreden over, want ik vind altijd dat je de dingen moet blijven doen die we getraind hebben en dat vergaten ze een beetje en dat had ook te maken met de sterkte van de tegenstander. Ja, het zijn natuurlijk twee verschillende elftallen. Ik denk de eerste helft redelijk positief, nog genoeg verbeterpunten, maar ik denk dat wij wel de bovenliggende partij waren met een aantal mogelijkheden. En eigenlijk niks weggeven. Dus een 0-0 stand. En ja, tweede helft is weer eigenlijk een nieuwe wedstrijd. Twee nieuwe elftallen in ieder geval bij ons ook. En dan zie je dat het weer een andere wedstrijd is. Het niveau ook anders is. Ik ben een gedeelte binnen geweest. Ik heb niet alles kunnen zien in de tweede helft. Ik moet de spelers leren kennen. Hè? Dus ik heb op dit moment nog niet een keuze gemaakt van dit is het basisteam. En voor 60-70% staat het basisteam wel vast. Maar er zijn ook jongens die competitief zijn. We hebben twee nieuwe spitsen, Maarten en Jonas. Nou ja, wie wordt het? Nou, dat moeten ze de voorbereiding laten zien. Ik heb twee aanvallende middenvelders, Anas en Lens, die hebben we gehaald van Helmersport. Dus ja, wie wordt het? Nou ja, daar moet je wedstrijden voor spelen. Dus moet je ook jongens allebei de kans geven. Dus daarin moet ik mijn spelers goed leren kennen wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Om gewoon te presteren en wat dat inhoudt om bovenin mee te draaien. En welke positie dat gaat zijn, dat is nog moeilijk in te schatten. Eerst even kijken hoe sterk de andere teams zijn, hoe sterk wij gaan worden en gaan zijn straks. Maar we willen bovenin meespelen en hopelijk voor promotie gaan. Maar dat is nog veel te vroeg om daarover echt te gaan praten. Ja, prima. Het is altijd sneu als het er niet helemaal uitkomt in zo'n tweede helft. En dan vind je dat jammer. Zeker op de wijze waarop dingen tot stand komen. Hey, maar over het algemeen heb ik het goed naar mijn zin. We houden iedereen redelijk aan boord. We hebben een paar lichte blessures. Maar als deze wedstrijd niks oplevert, dan denk ik dat maandag er weer een frisse groep staat die compleet is. En dat is ook belangrijk dat je met veel arbeid toch de boel heel houdt.